Reservepedals. Pomp. Fluitje. Om een hulp te roepen als het nodig is. Een mes. Omdat je droogpak vol water gelopen is en niet meer je boot in kunt, dan kun je je pak open snijden om het water eruit te laten lopen. Dat doe je natuurlijk liever niet. Of het mes, dat kun je gebruiken, zeg maar, om als je in een vislijn terechtgekomen bent of een visnet en je komt er niet uit, dan kun je dat doorsnijden. Een zwemvest uiteraard, maar je hebt ook een sleeplijn bij je. Een sleeplijn. Dat is niet zozeer meteen voor jezelf, als wel zeg maar om een ander te slepen. En een sleeplijn die kun je vastklikken aan de boot van een ander. En dan kun je als het ware de ander uit het water naar voren trekken. Die de boot achter je aansleept, als de ander niet meer in staat is om te peddelen. Oftewel een reddingslijn, een sleeplijn. Belangrijk zeg maar om een ander te helpen als hij geen energie meer heeft. Een sleeplijn om iemand door een moeilijke situatie heen te brengen. En eigenlijk is de Bijbel vol van die voorbeelden van sleeplijn. Van mensen die eventjes vooruit geholpen worden. Denk eens aan Mozes. Mozes zat er doorheen en Aaron kwam op zijn pad. Even later zijn schoonvader. Elia zit er doorheen en God bemoedigt hem dat er nog 7000 anderen zijn. Saul zit er doorheen en hij krijgt David op zijn pad en David die bemoedigt hem door liederen te zingen. En met harpspel, om hem tot rust te brengen. Jezus die Petrus een hand toesteekt, dwars door de golven en hem overeind helpt. Maar ook Jezus die vraagt aan zijn discipelen zelf, joh, willen jullie voor mij bidden? God houdt ervan om mensen in te schakelen om elkaar eventjes door een moeilijke situatie te slepen. Om elkaar voor te helpen. Voor te trekken. Jezus die schaamt zich niet ervoor om te vragen of zijn discipelen met hem willen waken. En jij en ik voelen wij ons niet te goed om anderen in te schakelen, om ons te helpen, om er voor ons even te zijn. Er zijn een aantal teksten met jullie lezen. 6 teksten vandaag. De eerste tekst komt uit Galaten. Galaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten, en zo leeft u de wet van Christus na. Wauw, wat een mooie tekst. Draag elkaars lasten. Dus niet alleen maar elkaar vooruit trekken, maar je mag je lasten dus delen en het voor elkaar dragen. Een andere tekst, Romeinen 12 vers 10. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht anderen hoger dan jezelf. Dus heb elkaar lief zoals broers en zussen en acht anderen hoger dan jezelf. Dus niet jezelf boven de ander verheffen, maar de ander hoger dan jezelf. Oftewel, elkaar de voeten wassen. In plaats van elkaar de oren wassen. Filippenzen 2, vers 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dus niet je eigen belangen, maar juist het belang van de ander. En hoe dan? Zoals Jezus dat deed. Efezen 4, vers 32. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Deze tekst herhaal ik even. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Leef mee. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Wauw. Jezus stelt daar een prachtige gelijkenis over. Die moet je nog maar eens even nazoeken. Eigenlijk komt alles terug op het ene gebod wat Jezus ons geeft. Johannes 13. Daar staat: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief,
zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Wauw, heb elkaar lief. En dat is een getuigenis. Hoe wij omgaan met elkaar en met deze wereld, dat is een getuigenis van wie God in ons leven is. Dat mogen we laten zien. Het laatste tekst dat ik u mee wil geven komt Matthäus, zijn woorden van Jezus zelf. En de koning zal hen antwoorden, ik verzeker jullie. Alles wat jullie hebben gedaan voor een van de onaanzienlijkste van mijn broers of zussen, dat hebben jullie voor mij gedaan. Dus alles wat we doen, of al is met de kleinste, dat doen we voor Jezus, dat doen we voor God. Daarmee eren we. Dus door een ander te slepen, door een ander even vooruit te helpen, doen we dat voor Jezus. Hoe is jouw hart gesteld? Ben jij bereid om de ander te slepen? En het kost je wat, hè? Het kost je tijd. Moet je laten onderbreken. Dat brengt je misschien wel even uit koers. Je moet je koers misschien wel verleggen. Het kost je energie. Het kost je misschien wel tijd. Maar je doet het als koning Jezus. Wie mag jij slepen? Of heb jij misschien een sleeplijn nodig? En als jij een sleeplijn nodig, durf jij het dan een fluitsignaal te geven en om help te roepen? Dat je hulp nodig hebt. Shalom. Shalom.